Goedemiddag. Uw nieuwe auto staat helemaal voor u klaar. En zoals afgesproken kunt u hem donderdag ophalen bij mij. Ik stuur dit filmpje nu alvast, want dan kunt u alvast even kijken hoe het allemaal werkt. In de deur heeft u de knopje zitten voor de ramen. Met deze kunt u de ramen achter vastzetten, zodat ze niet door kleine kinderen bijvoorbeeld bediend kunnen worden. Linksachter, rechtsachter, linksvoor, rechtsvoor. Met deze kan je de spiegels, wanneer de auto gestart is, handmatig inklappen. Met deze kunt u de linkerspiegel stellen met de pijltjes en met deze de rechter. Als je nogmaals drukt, is die gedeactiveerd. Ik ga even inzetten. Zo. Even kijken. Achter het stuur heeft u hier de verlichting. Die staat op de autostand. Dus op deze manier gaat hij automatisch aan wanneer je een tunnel inrijdt. Of eventueel wanneer je bijvoorbeeld wanneer het gewoon donker wordt. Deze voor de lane keeping staat ook hier in het beeld. Als je die nogmaals indrukt, dan is die geactiveerd. Met de knop ernaast kan je naar beneden drukken, want je dashboard achter je stuur wordt donkerder. Als je hem naar boven doet op deze manier, wordt hij lichter. Zie je dat? Hier zo. Volume aan de zijkant. Plus en min. Aan deze kant de ruitenwisser. Draaien gaat hij aan de achterkant. Naar beneden gaat hij aan de voorkant. Naar je toe is sproeien. Op het stuur cruise control. Geeft hij ook aan hier zo. Ik zie dat het beeld af en toe niet helemaal scherp is. Wanneer de gewenste snelheid rijdt, kan je met min kan je hem vastzetten. En dan je gas loslaten met plus en min harder zachter rijden. Deze is voor de snelheidsbegrenzer. Geeft hij ook weer hier aan. Werkt op dezelfde manier. Kan je ook weer vastzetten met min. Wanneer de telefoon gekoppeld is, kunt u met deze toets kunt u de naam van de contactpersoon inspreken die u zou willen bellen eventueel. En dan bellen. Deze toets is om hierachter door je berichten heen te gaan. Nou, je geeft hier ook aan dat hij geen berichten heeft. Met hier kan je door het menu'tje heen met deze toets. En dan kan je de dagteller op 0 zetten enzovoort. Ventilatie. Harder zachter door eraan te draaien. Door aan te draaien de graden instellen. Deze voor de ventilatie om te bepalen waar die blaast. Achteruit, vooruit, airco en circulatie in de auto. Dan heb ik hier zo. Zal ik de ventilatie weer uitzetten. Hier heb je de verschillende rijmodus. Nou, daar zitten allemaal kleuren aan vast ook en dat zie je ook terugkomen dan in je scherm. Ik laat hem even op My Sense staan en je kan dan nog los, kan je hier de kleur instellen. Bijvoorbeeld blauw, lichtblauw past een beetje meer bij de auto. Even kijken. Muziek. Wanneer de telefoon gekoppeld is met Bluetooth kan je eventueel Spotify afluisteren van je telefoon. Hier zal je belgeschiedenis enzovoort als de telefoon gekoppeld is. Info, bandenspanning, systeem. Hier zal je niet veel gebruiken. Instellingen. Nou, rijhulpsysteem, ik zet alles even aan. Dat kan je ook uitzetten mocht je het vervelend vinden. Nog even terug. Hier kan je het scherm aanpassen, geluid, startprofiel, startmenu bewerken. Kan je helemaal naar wens instellen. En je kan ook een gebruikersprofiel instellen, zodat als er meerdere mensen vast in de auto rijden, dat je eigen gebruikersprofiel hebt. Dus op die manier datum en tijd. Nou, je voertuigconfiguratie. Dan kun je toegankelijkheid enzovoort. Automatische deuren vergrendelen enzovoort. Ik zet even alles aan. En mocht je dat willen wijzigen, kan dat dus via voertuigconfiguratie. Parkeerhulp. Nou, dan zie je dat je de
sensoren enzovoort aan de achterzijde. Nou, hier nou zijn we nog even terug. Hier kan je ook de taal aanpassen. Dus ik denk dat die vrij duidelijk is zo op deze manier. Mocht u nog vragen hebben, laat het gerust weten. Dan staan we altijd paraat om u te helpen. In het dashboardkastje liggen netjes de boekjes van de auto. Dus wij wensen u alvast heel veel veilige kilometers. En u ziet u donderdag verschijnen.